Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Op dit moment zit ik waarschijnlijk in een vliegtuig terug naar Nederland. Dat hoop ik tenminste. En normaal gesproken zou ik proberen, als ik ergens ben, iets van het land op te nemen wat de treinen betreft. Maar het land waar ik nu naartoe ga, daar hebben ze geen treinen. En dat klinkt misschien gek, maar ik heb het echt nagezocht. Geen treinen hier. Dus ik had deze nog liggen en om jullie toch iets te geven, heb ik hier een NS kalktrein met twee Railion locomotieven. Deze set bestaat uit, behalve de twee Pico Railion locomotieven, uit wat Fleischmanns en Roco wagons. En misschien ook nog een enkele Limaalfers nu aan. Extra Limaalfers, dat weet ik zo niet uit de hoofd. Ze rijden in consist. Ik heb de locomotieven gespeedmatched zodat ze dezelfde snelheid houden. In ieder geval ongeveer, en zijn aan elkaar gekoppeld. De verlichting is zo ingeregeld dat alleen de voorste locomotief de verlichting voert. Het is een van de langste sets die ik heb. De enige langere die ik heb is als ik al mijn containerwagons aan elkaar hang. Momenteel experimenteer ik met nieuwe camera software. Dat is vorige week goed misgegaan. Toen begon de beeldstabilisatie te vervelen en zoomde plotseling in en uit. Maar omdat ik toen net voor de vakantie zat, kon ik daar helaas niks meer aan doen. Ik hoop dat ik de software wat beter onder de knie krijg en dat ik minder van dat soort problemen heb. De bedoeling is met name dat ik minder vaak onscherpe video's heb. Bedankt voor het kijken. Mocht je nou willen weten in welk land ik zat, laat vooral commentaar achter met je gok. En als je het goed geraden hebt, laat ik het weten. Zo niet, dan blijft het een verrassing voor als ik het een keer eraan denk om het te vertellen. Dus like, subscribe, geef comments. Vooral op waar het zou kunnen zijn dat ik vanaf terugvlieg. En volgende week hopelijk weer iets met decoders wellicht. Ik zal eens even kijken wat ik heb liggen.